ik ben super blij dat we gewonnen hebben. Ik heb vandaag de hele dag eigenlijk wel gehoopt. En toen de Kees zat, dacht ik, nou, we maken een goede kans. Maar het is altijd wel heel fijn als je hem ook krijgt. Wat de case inhoudt is dat wij bloemenrecruitment doen, heel veel sollicitantenverwerken krijgen, daar een actie op hebben ondernomen in ons proces om het aantal te verminderen zonder dat de brandbeleving van de kandidaat te worden afgewezen benadeeld zou worden. En we hebben minder sollicitanten, maar de brandbeleving is bij alle sollicitanten nog best goed. Nou, bij ons de impact, en dat heeft niet eens zozeer te maken met deze case, maar waar echt de impact ligt is in het gedeelte dat de kandidaat is aangenomen en de kandidaat gaat starten. Dus de maand zeg maar dat er tussen zit, tussen het een en het ander, om daar iets te doen als organisatie. Daar zien we zulke mooie ontwikkelingen, dat daar ligt volgens mij echt de kans voor de organisatie. Ja. Nou, we gaan ontzettend groeien, dus de aankomende jaren een strategisch plan verdubbelen. Dus op de rol staat het proces nog efficiënter te maken, nog meer te verbeteren, nog meer op de kwaliteit van de kandidaten te gaan zitten door bijvoorbeeld een cultuurtest toe te voegen aan ons proces. Dus we zijn vanaf lang niet klaar.